Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Hier staan we helemaal jongens vandaag met Jan Veldman, daar ben ik heel trots op. Want Jan Veldman is naast performer, is die, hij is zanger. Doe ik ook. Hij is schrijver ook. En waar het eigenlijk ook over gaat in deze Herenstraat helemaal, een van de belangrijkste aspecten van deze Herenstraat helemaal, mag wel zeggen, het hoofditem, is dat Jan, hij is net klaar, schrijft de musical over Jacques d'Ancona. En Jacques d'Ancona, wordt volgend jaar 15 september wordt hij 80 jaar. Ja. En de première van de musical van Jacques is in de Stadsschouwburg, die nu al uitverkocht is. Want 14 september, één dag voor zijn verjaardag. Ja, geweldig hè. Hoe heet die musical precies? Ik ben het even kwijt. Het is een beetje een combinatie van zijn scheidsrechtersloopbaan en zijn recensent. Ja, het heet Buitenspel. Buitenspel, ja, gezien door de bril. Ja, 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 precies. Het verhaal van Jacques, de wereld gezien vanuit de bril van Jacques J. d'Ancona. Ja, ja, dat is hem. Jacques J. d'Ancona heb je ook gezegd. Ja. En weet waar die J voor staat? Joop. Ja, heel goed. Hey, ja. Wist jij dat? Jacques zijn tweede naam is namelijk Joop. Ja. En Jacques ondertekent nog steeds zijn recensies vaak met Jacques J. d'Ancona. Ja, toch altijd eigenlijk. Ja. En als iemand dat niet doet, dan krijgt hij straf. Ja. Ja. Maar Jan, als jij nou als Groningen door de Herenstraat loopt, hè? En ik zeg tegen jou alleen maar Jacques. Denk jij dan in eerste instantie aan Jacques Wallagen of aan Jacques d'Ancona? Nu denk ik meestal aan Jacques d'Ancona. Ja. Ja. Maar jij denkt aan Jacques Wallagen? Nee, absoluut niet. Oh. Nee. Nou, Jacques Wallagen ken ik goed, maar Jacques is natuurlijk een goede vriend van mij. Ja. Dus Jacques, ja. waar de musical over gaat. Hoe lang ben je ermee bezig geweest, Jan? Ja, een jaar ongeveer om te schrijven af en aan. Ja. Dat valt eigenlijk wel mee. Ja? Ja, ja, ja. Goh. En voordat jij met het schrijven over die musical van Jacques begon, hè, wist je eigenlijk niks van Jacques? Nee, ik moest me helemaal een beetje documenteren. Ik kwam jouw naam ook tegen. Oh ja? Ja. Oh, ja. Je deed toch aan voetballen? Ja. Ja, ja, ik kwam jouw naam tegen. Volgens mij staat die naam zelfs in die musical. Dus, oh ja? Ja, ja, ja. Ongelooflijk, ja. Welkom, hè? Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Als je dan ziet dat Jacques op deze leeftijd, hè, want ik lees zijn recensies nog altijd. Ja, ja. Hij heeft nog steeds een gouden pen, jou. Ja, absoluut. Hij kan prachtig schrijven, Henk. Ja. Prachtige recensies. Het is zelfs de laatste tijd nog weer beter dan... Het wordt steeds beter, vind ik. Vind je dat? Ja. Ja, ik vind dat er groei in zit. Even dachten we zo van, nou... Het wordt wat minder met schrijven. De formuleringen waren wat onhelderder. Maar ineens is het weer glashelder. Dus, Jan, was een klus. Is een klus geweest. Ja, maar ik ben geholpen, hè. Dus iemand heeft de research voor mij gedaan. Is je iemand? Dat is... Oh, nou neemt hij me niet... Gaat hij me niet kwalijk nemen. Maakt niet uit, dus Harm van den Berg. Harm van den Berg. Ja, die ken jij ook wel. Ja. Dus die heeft dat gedaan. Ja. Ja. Dat heeft hij heel goed gedaan. Eigenlijk die research bijna beter dan een musical. Ja. Maar jij gaat er natuurlijk niet te veel over verklappen. Nee. Nee, maar ik bedoel, die combinatie van... Zijn scheidsrechter zijn, het begeleiden van scheidsrechters doet hij ook nog steeds. Ja. En dan zeg maar dan in combinatie met zijn theater. Ja. Dat is toch de maar optie. Weet je wat de gemeenschappelijke daarvan is? Nou? Groningen. Ja. Het is eigenlijk een beetje een ode aan Groningen. Ja. Ik denk zo van, oh, dat lijkt me nou hartstikke mooi om heel Groningen een beetje te schilderen. Ja. Aan de hand van Jacques d'Ancona vanaf de jaren 40 tot nu. Ja, mooi. En dan zie je allemaal van die bekende figuren, Plopatou en zo zie je nog weer eens terug. En weet je, gewoon dat soort... Kees van der Hoef. Ja. Hey, en de meest gestelde vraag aan Jacques, ken jij die? Nee, die ken ik niet. De meest gestelde vraag aan Jacques is, als hij recenseert in het Westen,
Ja. Dat de mensen dan aan hem vragen, moet je nou weer helemaal terug naar Groningen? Ja, ja, ja. Oh, ja dat, die vraag ken jij ja, wel, ja, die toch? Ken ik wel. Ja, ja, zeker. Ja, maar die ken ik ook van mezelf wel, zeg ja. maar. Want ik woon in Naarden, ik woon helemaal niet in Groningen. Ja, hoe lang woon jij daar al? Nou, ik ben in 1992 naar het westen verhuisd. Ja. Dus waarom toen Jan eigenlijk? Nou, in het westen is meer werk, hè? Ja. Ja, zo is het wel. Ja, 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 ja. En ook ja. voor mijn vrouw. Dus, ja? En, ja. Dus, maar jij bent, want dat vind ik ook wel mooi. Dat kun je nu eigenlijk even oplossen. Ben jij nou... Nee. Ja, er gebeurt hier wel wat in ja. de Herenstraat, ja. denk ik, hè? Wow. Ben jij nou, Jan, maar jij bent geboren eigenlijk in Doodstil. Ja, Doodstil. Het dorpje Doodstil. Ja. In de buurt van Udhuizen, Zandeweer, hè? Ja, ja. Maar in jouw paspoort staat geboren Zandeweer? Oh god. Je hebt het door. Ja, hoe ja. zit dat dan precies? Ja, nee, ik lieg een beetje. Ik ben niet in Doodstil geboren. Mijn ouders hebben wel een hele tijd in Doodstil gewoond. Ja. Maar het is een beetje een hommage aan een vriend van mij. Namelijk Giet Jaspers. Ja. En die vond Doodstil zo'n prachtige naam. Ja. Dus hij vroeg waar ik dan geboren ben. Ben jij ook geboren in waar je ouders wonen, in Doodstil? Vroeg hij. Nee, ik ben eigenlijk geboren in Zandeweer. Ja. Nee, zegt hij. Je bent geboren in Doodstil. En vanaf dat is het Doodstil dus, geworden. Dus Giet Jaspers heeft gezegd van jij bent gewoon geboren in Doodstil. Ja, ja, ja. En Giet Jaspers, wel een naam, hè? Ja, dat is geweldig. Ja, VPRO en zo. VPRO, hè? Man, ja, 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 Wim Schippers en zo. Ja, ja. Wim T. Schippers. Ja. Heb jij zelf ook voorbeelden gehad eigenlijk, Jan? Nou ja, Wim T. Schippers vind ik wel een voorbeeld. Nog steeds? Ja, vind ik nog steeds een voorbeeld. Ja, waarom? Ja, dat soort geestigheid dat alleen maar heel Nederlands kan zijn. Dat kan alleen maar hier. Ja. Iemand die dat soort geweldige dingen verzint, dat kan alleen maar hier. Ja. Dus in Duitsland hebben ze dat niet, in Engeland niet. Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik een groot voorbeeld. Als je nou vergelijkt, wat jij, ik noem maar iets wat elke Groninger zich nog herinnert. Hè? Mm-hmm. Jij was onder meer verantwoordelijk voor Bo Motter, hè? Ja. Voor die serie. Ja. Ja. Als je dat dan vergelijkt met... En trouwens, U de Hoogte, ja. doe jij ook. Ja. En er komt nieuwe... Nieuwe serie, U de Hoogte. Serie, vanaf 26 januari komt daar ja, ook weer. Dat slaat wel aan, Jan. Ik heb dan al een gastrolletje ingespeeld. Ja, 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 heb ik gezien. Dat is echt een... Dat vinden mensen schitterend. Ah, ja. De Groningen zie je. Ja. U de Hoogte. Ja. Prachtige serie, man. Ja, nee. Ik vind het ook. Ja. Ja, daar zit voor mij een hoop soort heimwee bij. Hè? Ja. Dat werkt dan wel. Dat is ook voordeel van niet in Groningen wonen. Daar krijg je heimwee van. En dan ga je van beter van schrijven. Ja. Maar Jan, ik wil eigenlijk vragen van zo musical over Sjak. Ja. Wanneer is het voor jouw gevoel dan af? Wanneer is het klaar? Want jij zegt van nou, ik heb mijn werk gedaan. Ja. Nou, de musical is pas af als het helemaal af is geregisseerd. Ja, maar ja. Ik heb dus de tekst en ik heb de liedjes in alle vertrouwen naar Jan Meiborg, kunnen geven. En ja. Die heeft er gewoon hartstikke mooie melodieën op gemaakt. Jan Meiborg doet de muziek? Die doet de muziek, ja. Ja. En Jacques Nieborg, die regisseert het. Ja. En nou, dat is helemaal vertrouwd. Ja, vind je dat, ja, dat is ook de regisseur van U de Hoogte. Ook de regisseur. En nou, die kun je het gerust aan... Ja, hè? Ja, ik kan gerust mijn teksten aan hem overlaten. Maar hij is minstens zo geestig als ik. Dit is natuurlijk wel heel bijzonder. Ook van Jacques, ik heb het er al met hem over gehad. Ik heb hem zelfs gevraagd, mag ik het dan voor één keer doen? Hm. En toen zei hij van, wat bedoel je nou precies? Ik zei nou... Dit is eigenlijk een van de weinige, zo niet de enige voorstelling die jij niet zelf recenseert. Het zou toch geweldig zijn, Erik Nederkoorn zal het wel doen, die kan ook goed recenseren, maar dat iemand anders nou gaat die première gaat recenseren. Ja, van mij mag je er gewoon naast zitten en gewoon een recensie schrijven, hoor. Over Nike Musical. Dat lijkt me te gek. Ja, 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 maar het lijkt me wel heel lastig toe. Ja, en dan is het zo lastig zoals het is en dan word je ook wel nieuwsgierig naar wat hij erover schrijft, toch? Hey, als jij nou die dingen af gaat wegen, zo, ja. zo'n aflevering schrijven voor Bo Motter of zo'n aflevering schrijven met U de Hoogte, doe je trouwens samen met Frank den Hollander, ja, hè? Ja, ja. En je vergelijkt dat met het schrijven van zo'n musical, wat is dan moeilijker, Jan? Nou, ze zijn eigenlijk beide moeilijk, maar weer op een andere manier. Ja. Weet je, zo'n serie, zo'n U de Hoogte. Dan moet je gewoon heel snel schrijven. En het eerste moet eigenlijk meteen goed zijn. Het is eigenlijk net als een journalist, hè? Dus ja. Gewoon... Oh god. Ja, ja, ja. Nee, maar het moet eigenlijk zo snel mogelijk goed zijn. Maar bij de musical moet je er weer langer over nadenken. En dan moet het weer op een andere manier goed zijn. Ja. Dan moet het helemaal afgewogen en gesisoleerd zijn. Moet alles in elkaar... Brrr.
Ja, mooi. Kloppen, ja. Maar ik vind het wel mooi werk hoor. Ook mooi om liedjes te schrijven en zo. Ja. Maar als je nou aan zo'n klus begint. Maar het is een klus, hè? Ja. Het is een klus. Ja, ja, ja. Hey. Het is echt. Ja, zeker. Dat je dus, ja. Ik weet niet, ik denk dat Jacques, ik wil niet overdraaien, maar ik denk dat toch Jacques een jaartje 50, 55 heeft gerecenseerd, hè? Ja. Ik denk misschien nog wel langer. Ja. Ja. Toch? Nou ja, dat zal wel. Ja, zeker. Hij is ergens in de jaren 70 begonnen. Ja, nee, maar hij doet het nog steeds. Hè? Ja, ja, knap hè. Hij doet het gewoon nog steeds. Knap. Dus hij is nog steeds daarmee bezig. Ja, ja. Ja, ik vind het knap hoor. Hoe zie jij nou zoiets voor je, Jan? Dat als zoiets klaar is, zo'n première is klaar. En hoe denk jij dan dat de reacties daarop zijn? Hoe gaan mensen daarop reageren? Ja. Is Jacques Lacola toch een fenomeen? Nou ja, het valt me toch een beetje tegen. Nee. Of ik vind het ik hoop dat ze het gewoon hartstikke leuk vinden. En dat ze het ook echt heel eervol gaan vinden. En dat we net de juiste toon hebben geraakt die het publiek aanspreekt. En wat Jacques ook aanspreekt. Ja. We hebben het nog niet gehad over iets waar jij op dit moment voor in de stad bent. Dat is natuurlijk, daar moeten we ook nog wel een kleine ode aan brengen natuurlijk, aan Jus Fink. Ja. He, van Theater Te Water. Want dat is het besluit, hè? Ja, besluit van Jus. Ja, we spreken ongeveer echt de laatste woorden uit die Jus Fink voor het podium heeft geschreven. Ga jij regisseren? Nee, dat kan ik. Dat gaat hij zelf helemaal regisseren. Wat ga jij doen dan? Ik speel een rolletje en speel wat muziek erin. Ja. Ja. Met Arno en met Bert Visser. Arno van der Heijden, Bert Visser. Ja, Alina Kiers. Ja, Frank den Hollander ook. Gabriel Glasberg. Ja, ja, noem ze allemaal maar op. Iedereen Marlies de Waard. Ja, iedereen is daarbij. Ja, iedereen die vroeger mee heeft gedaan en nu heeft meegedaan. Althans de meesten. Ja. Die doen mee. Dus het is een reunie, man. Het is een reunie. Dus dat wordt, wanneer is dat precies, Jan? Dat is in december. In Groningen is het in 3 en 4 december. Zo. Dus op zaterdag en zondag. En daarvoor 2 dagen staan we in Assen met het hele zootje. Wordt geweldig. Nou, hoeveel jaar? We vonden 34 jaar. 34 jaar in Theater Te Water. Ja, ja. Volgens mij hebben we alles wel besproken met Jan Veldman. Dus de musical van Jacques d'Ancona en Theater Te Water. Het gaat allemaal zoals Jan Veldman ons heeft beloofd. Een festijn worden. Ja, kies nog. In de camera kijk jij naar Henk en jij kijkt ook naar onze duo. Ja. Jacob. Oh, Jacob. En jij kiest uit, en dan moet jij wel kiezen. Jij kiest uit het Hoge Land of de stad. Het Hoge Land. Ja, die kant op. Dankjewel, Jan. Jan Veldman, jongens. Verantwoordelijk voor heel veel. Maar vooral voor Theater Te Water en de musical over Jacques J. d'Ancona.